Een orkest is eigenlijk een gevarieerd orgel. Een orgel met ontelbare klankmogelijkheden, maar niettemin een vaststaand lichaam waar je niet aan moet gaan zitten individuele sleutelaars. De nachtmerrie zou zijn een orkest hebben wat bestaat uit high-fetsen en dat zou het slechtste orkest ter wereld zijn. Don't take her for granted. She had a hard time. In de periode waar ik me mee bezighoud, werd vibrato als ornament gezien. En niet als onlosmakelijk onderdeel van bijna iedere toon. Het vertroebelt de samenklank. Het is alsof het firmament om je heen steeds aan het sidderen is. Of alle sterren aan het bibberen zijn. Of de zon aan het wiebelen is. Ik ben er tegen. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, look and shine. Die jongen inspireert het hele orkest, inspireert mij, inspireert het publiek. Dat is voor ons geweldige vondst geweest. Ja, daar zijn we zo ontzettend blij mee. Groot kunstenaar. De enige taak van uitvoerders is om muziek zo getrouw en zo tastbaar mogelijk aan een publiek over te dragen. Heeft het publiek een plicht? Het publiek heeft een plicht om leergierig te luisteren naar wat voor muziek dan ook. En wat melden we over de componist? De componist heeft absoluut geen plicht, kan doen wat hij wil. Had ik de ervaring alsof jullie een kwart later begonnen op de 1. Wat jullie in werkelijkheid niet doen, maar het maakt toch die indruk. Ik zou zeggen, kom liever te vroeg dan te laat. Begin nu op een tweede kwart. Begin nu op een tweede kwart in te zetten, hè. Ta, ja, ra, ra, ja, ra, ra, ra. Oh, dat zijn de fagotten, sorry. Fagotten en de klarinetten. Begin liever te vroeg dan te laat. En met een accent ook. Want anders lijkt het net alsof jullie te één beginnen. Ja. Could you start? You have letter V? Oh god. No.
Dat is 10 meter. 5'16. 20, 20, 20. 520, I know where you are. Hij begint 3 volle maten voor ons. Kom maar.